ze is met de gouden lepel in de mond geboren, Noah Falen. Als telg van de miljardairsfamilie De Mol maakt ze razendsnel carrière in de tv-wereld, ze hoeft maar met haar vingers te knippen of het is geregeld. Het zou niemand verbazen als ze straks ook nog de nieuwe presentatrice van HLF 8 mag uithangen. Johan Derksen, de loopjongen van John de Mol, legt het Noah voor in de online rubriek in de wandelgangen. Wil jij ook niet presentatrice worden van HLF 8? Is dat niets voor jou? Noah, nou, dat is nog een stapje te ver denk ik. Johan, denk je? Noah, dat is iets te ambitieus. Wilfred Gené onthult vervolgens dat Noah wel kans maakt. Je naam wordt wel genoemd. Noah semi verbaasd, is dat zo? Johan, nou ja, je bent geen concurrentie voor de namen die genoemd worden. Haha. Hij doelt op Manuel Venderbos en Sander Lantinga. Daar ben je geen fan van, hè, aldus Noah. Johan, nee. Johan heeft het nichtje van zijn baas op televisie, het tv-talent van het jaar, genoemd. Noah, ja, ik schrok er een beetje van. Om dat van Johan te horen is natuurlijk wel tof. Dat betekent toch niets uit Johans mond? Die zit er meters diep in bij John. Noah, dat denk ik niet. Als het uit mijn mond komt dan geloof je dat niet, maar ik denk dat Johan best wel recht door zee en objectief is. Johan herhaalt zijn mening in de online rubriek van VI, Noah is de ontdekking van het jaar. Die is zo achter een bureau, zonder enige ervaring, weggeplukt, die is voor een camera gezet en ze deed het beter dan wie dan ook. Zonder ervaring achter een bureau vandaan gehaald en voor een camera gezet. Hoe dat in de volksmond heet? Nepotisme. Thank you.
Thank you.